ja, het klopt dat er veel Joden zijn. Ik bedoel, kijk naar mij, die de vruchten plukken van wit privilege. Alleen die witheid is een tijdelijk gegeven die elk moment weer van ons afgepakt kan worden. En dus wil ik vragen om solidariteit. Bevecht alle vormen van racisme en dus ook antisemitisme. Ik heb de afgelopen jaren samen met alle andere geweldige mensen van OIV Amsterdam vooral gewerkt aan twee dingen eigenlijk. Het versterken van de positie van Joden in de antiracismebeweging en ook het vergroten van kennis over ja, de ervaring van Jood zijn, over Joden, over antisemitisme. Een heel mooi hoogtepunt was de toespraak die ik mocht geven op een grote antiracisme demonstratie. En een ander hoogtepunt voor mij is het project waar we vanuit OIV aan werken. Het Joods Manifest. Dat baseren we op gesprekken met allerlei Nederlandse Joden. Het is gewoon heel mooi om op die manier ook te bouwen aan een gevoel van gemeenschap. Als ik dan denk aan de toekomst, dan hoop ik eigenlijk vooral dat we wat minder bezig kunnen zijn met die antisemitisme-modus, die best wel vermoeiend en zwaar kan zijn ook. Maar ik hoop eigenlijk vooral dat we ons kunnen focussen op Jewish joy, op het organiseren van mooie evenementen en te bouwen aan een levende en levendige Joodse gemeenschap in Nederland.